Ja, dat was zijn veiligheid. Doet hij het eindelijk? Ja, hij doet het wel, maar hij slaat nou even zijn beveiliging omdat ik tegen het muurtje aan tikt. Het is hier wel gevaarlijk. Dat ding dat schuift het voer aan, zoals je hier kan zien. Kijk, hij rijdt langs het voerrek. Hij heeft een gyroscoop. Dan meet hij de afstand naar het voerrek toe. Dan weet hij precies hoeveel centimeter hij van het voerrek afrijdt. En dan schuift hij zo het voer naar de koeien toe. En dat doet hij zo'n 12 keer per dag, om de 2 uur gemiddeld. Ja. En hoe ging dat vroeger dan, zonder zo'n ding? Vroeger hadden we die trekker die erachter staat. Daar zit ook een schuif op en daar kunnen we het ook mee aanduwen. En we deden het ook wel met de hand. Ja, hoeveel man scheelt dat nou? Het scheelt ongeveer 1,5 uur per dag. Ben je nou boer of ben je nou ICT'er? Ja, nou, dat boer is er wel een beetje af. Soms vraag ik me wel eens een beetje af. Ik word al meer ICT'er en je moet zelf ook heel handig zijn om elektronische storingen op te lossen. De boerderij van de toekomst, ja, die zal meer elektronica hebben. En nu hebben we bijvoorbeeld in het land ook allemaal draden staan voor het weiden. En waarschijnlijk hebben we straks gewoon hebben de koeien GPS en dan kunnen we op de computer kunnen we instellen van hoe ver de koeien mogen. En dan kennen we dus iedere keer de percelen, hebben geen afrastering meer. Maar die koeien krijgen dan een piepie. En als ze dan echt te ver is het misschien een klein stroomschootje. Maar ja, dat weet ik ook nog niet precies hoe dat gaat, maar dat is gewoon de toekomst. We hebben zo'n 170 melkkoeien hier en 50 fokschapen. En dan nog wat, een stuk of 60 jongvee. En is het dan zo dat het in de toekomst alleen maar groter wordt om bij te kunnen blijven, om zeg maar rendabel te kunnen blijven? Nou ja, goed, ik denk dat we op het moment hebben nou even de ideale omvang bereikt. En nou ja, goed, ik weet niet wat de toekomst gaat doen, maar op het moment moeten we het maar even een paar jaar zo doen. En als we over een paar jaar weer kansen hebben, dan gaan we gerust wel weer iets vergroten. Hoe is het met de mestrobot? De mestrobot, ja, die schuift dus de mest van de gang af. En die, nou, dat is eigenlijk, bijna hetzelfde soort machine als zo'n voeraanschuifrobot, ook elektrisch met accu's. Nou ja, en die zorgt dus dat de gangen voor de koeien, of tenminste dat de mest verwijderd wordt van de gang. En daardoor is het veel schoner. En nou ja, goed, er koekt het niet aan. En dan zijn de koeien weer schoner met melken. En daarnaast is het gewoon beter voor de klauwen van de koeien. Dus we hopen dat ze ook weer ouder worden door het gebruik van de mestrobot. Ja, vroeger stond je zelf met je laars tussen de stront? Ja, vroeger deden we het met een schuif. Met de hand, ja, dat ben je op een gegeven moment zat natuurlijk. Dus vandaar een investering. Ja, zal ik hem weer aan het werk zetten? Kijken of hij dat nog wil. Kijk, daar gaat hij weer. Ik hoor hem alweer, kijk. Hij begint alweer te piepen.